Giel en ik gaan allebei een boomhut bouwen in Minecraft. We krijgen allebei een vak. En de vraag is, wie kan de beste boomhut bouwen? Dat bepalen jullie uiteindelijk. Maar Giel, we krijgen eerst allebei 20 minuten om überhaupt die boomhut te bouwen. Oké, doei. Doei, let's go. Doei, doei, doei. Oké. Als we dus een boomhut gaan bouwen, hebben we als eerste, zeg maar, een boom nodig. Dus laten we even een boom pakken, een sapling. En dan pakken we... We gaan werken met de jungle sapling. Ik ga een beetje in de jungle stijl. En als je dan 4 van die jungle saplings op deze manier doet en je doet wat boomwiel pakken, dan krijg je echt 1 lijpe boom, zoals je ziet. Let's go. Oké, hiermee moeten we dus te werk gaan. Oké, dus mijn idee is om sowieso, zeg maar, de jungle logs. Ik ga alles eigenlijk van jungle gebruiken, dus laten we gewoon even alles van jungle in mijn inventory zetten. Want dat worden namelijk de blokken die gebruikt gaan worden. Oké, dan gaan we als eerst beginnen met... waar gaan we mee beginnen? Oh jongens, ik vind het zo lastig. Ik heb nog nooit een boomhut gemaakt in Minecraft. Oké, wow. We gaan eerst beginnen met, zeg maar, het ding waar de boomhut aan vastkomt. En dat doen we op deze manier. Het ziet er nu nog een beetje onlogisch uit. Maar jullie snappen straks precies wat ik bedoel met waar de boomhut aan vast zit. Oké, laten we dit trouwens hier 2 keer doen. Zo. Oh, dat kan ik nu zo doen trouwens. Let's go. Oké, dan doe ik dit aan alle kanten van de boom. En dan gaan we daar, zeg maar, op die dingen een plateau bouwen. Ik weet niet of jullie het al begrijpen. Maar laat me dit gewoon even eerst doen. Kijk eens aan. Nu hebben we een beetje wat ik dus wilde. En wat ik dus hiermee bedoel. We gaan nu deze dingen allemaal met elkaar verbinden. En dan kunnen we daarop een plateau bouwen. Okay, ik denk trouwens dat die eigenlijk nog iets hoger moet. Eigenlijk wil ik hem ongeveer zo hebben. Ja, dit klopt wel een beetje. Dus nog 2 hoger alles. Kijk eens aan. Doen we deze even 2 hoger. Het probleem is nu wel dat ik letterlijk al Giel kan zien. Ik ben zo hoog dat ik er overheen kan kijken. Maar ja, en het boomhut is nou eenmaal hoog. Oh, de muur denk ik iets hoger moeten bouwen nog zelfs. Okay, dus dan bouwen we dit nou zo naar elkaar toe. Als dit in 1 keer goed gaat, dan ben ik echt een goat. Maar ik denk het niet. Oh, het gaat in 1 keer goed. Oh my god. Kijk, dit is precies wat we willen. Let's go. Oké, dus 1 blokje zo. En dan doen we dit even met alles, zeg maar. Oh jongens, dit wordt toch sick. En daarbovenop gaan we de boomhut bouwen. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat ik te weinig tijd heb. Want we hebben dus 20 minuten. En ik heb zo'n gevoel dat ik het misschien iets te groot aanpak. En dat ik eerder een uur hiervoor nodig heb. Maar misschien gaat het helemaal goed komen. Je weet het niet. In ieder geval, we gaan het wel gewoon lekker proberen. Dus let's go. Oké, let's go. Kijk, dit ziet er toch wel dikke prima uit. Wat we nu gaan doen, is het even vullen. Gelukkig hebben we wel gewoon lekker world edit. Dus dan gaat het al een stuk sneller. En dan kijk ze aan. Dat vult al gelijk. En zo hebben we toch wel een aardig groot platform. Maar misschien iets te groot huis. Zeg maar, als we hier een heel huis op moeten gaan bouwen, dan zijn we langer dan 20 minuten bezig. Dat weet ik zeker. Dus ik moet iets hierop gaan verzinnen. Oké, zo te zien is het platform af. En ik vind het oprecht er heel sick uitzien. Nu nog even een manier bedenken hoe je hier opkomt. En dat lijkt me gewoon heel simpel met, zeg maar, de jungle dingen hier. Kunnen we een soort van pad maken? Ja, we doen gewoon dat je hier, zeg maar, omhoog kan. Hoppakee, op deze manier. En dan maken we daar zo een gat. Kijk, dit is toch top. Dit is een leuke ingang. Nou, dan kom je hier dus eigenlijk gewoon midden in het huisje terecht. En nu moeten we eigenlijk hier bovenop weer gaan bouwen. Maar dan een huis deze keer. En jongens, ik ga gewoon maar wat proberen. Ik doe echt maar wat. Letterlijk uit de losse pols. Ik weet niet of dit goed gaat komen. Maar laten we het gewoon proberen. Het wordt eigenlijk meer een stad hierboven een beetje. Ik denk dat ik hier eens een dak ga bouwen. Waarom moet een boomhut een dak hebben? Hoeft helemaal niet, naar mijn mening. We gaan hier gewoon even een leuk iets van maken, dames en heren. We kunnen trouwens wel een dak maken. Maar dat moet dan wel een heel simpel dak worden. Want we hebben dus maar 20 minuten. Oké, en ik denk als we nog 1 laagje van dit doen, dan is het eigenlijk echt top qua hoogte. En dan gaan we het, zeg maar, afmaken met jungle slabs. Daarmee gaan we dan een dak maken. En dan kunnen we gaan inrichten. Dan hebben we eigenlijk, denk ik, nog iets van 10 minuten over om te inrichten. En ik denk dat 10 minuten eigenlijk best wel veel tijd is om dit te in te richten. Ik weet zeker dat ik een grotere boomhut heb dan Giel. Dat moet op haast wel. Nou, hoppakee, kijk eens dit. En dan gaan we het nu, zeg maar, wat we dan doen is, dan doen we, zeg maar, dit. En dan gaan we het op deze manier. Op deze manier gaan we een dak maken. Dit vind ik sowieso wel heel nice. Dit zijn een beetje de details, you know. Dit ziet er toch best wel sick uit, bro. Dit ziet er zeker sick uit. Oké, ik denk dat het wel sick is als we hier een soort van raam hebben. Dus dan doen we hier even, zeg maar, zo glas. Maar dan doen we wel geel glas. Yo, hashtag team geel blijft natuurlijk altijd van pas. Hoppakee. En ik vind eigenlijk
in een boomhut, als ik echt mocht kiezen, dan maakte ik het dak van glas. Dus laten we het dak ook gewoon van glas maken. Dus dan maken we deze van 1 hoger. Dan pakken we weer World Editor bij. Dan doen we zo, toek. Dan doen we hier ook een keertje zo, toek. Dan doen we slasher set glass. En oh, kijk eens aan. En als ik dit dan heb gedaan, dan is het eigenlijk wel weer tijd voor de inrichting. En ik denk dat ik het een beetje cozy wil maken. Dus ik wil bijvoorbeeld, ik wil een kampvuurtje. Dat is gewoon next level. Laten we heel eerlijk zijn. Wel gevaarlijk. Als je het in echt een boom wilt gaan maken, doe er geen kampvuur in. Want ik denk dat je letterlijk heel je boom in de fik steekt. En naast het kampvuur doen we gewoon natuurlijk wat chesten. Want we moeten een opslag hebben. Ik denk wat van die standen. Dat je zeg maar armor op kan zetten. Ik ben even vergeten hoe dat heet. In ieder geval dat moeten we hebben. We moeten natuurlijk een bed hebben. Chest in het algemeen moeten we hebben. Dit wordt gewoon super chic. Maar eerst even het dak afmaken. Hoppakee, we hebben ons dak af. Oké, wat zei ik net allemaal? We hebben dus chesten nodig. Dat gaan we zeker weten plaatsen. We hebben een bed nodig. Natuurlijk doen we dan gele bedden. Ik zei net een kampvuur, dus een campfire. Dan doen we natuurlijk de soul campfire. Die is veel cooler. Oké, laten we eerst een kampvuurgebied maken. Dan doen we zo. Hoppakee, 2 kampvuurtjes, want dat is wat cleaner. Dan doen we wat van die jungle stairs. Doen we er een beetje omheen. Dat je een soort van stoelen hebt, dat je kan chillen om het kampvuur. Kijk, dat is toch lekker. Dit is oprecht wel lekker cozy. Oké, dan doen we hier ons bed. Hoppakee, we doen gewoon een 4-persoons bed. Waarom ook niet? Laten we wel gewoon bij ons 4-persoons bed gewoon even een lantaarnpaal doen. Ik vind dat ook wel echt even die vibe geven van, yo, we hebben gewoon hier een super mooi iets. Oh, ik moet deze in verder zetten. Kijk dan. Dit is toch even serieus. Ik zou hier nu al gewoon willen wonen. Oké, dan moeten we hier even wat chesten. Gewoon voor zeldzame spullen en zo. Kijk eens aan. Doe gewoon op deze manier. Dit ziet er toch super dope uit. Eerlijk is eerlijk. Kijk, dan zetten we daar een armor stand neer. En daar een armor stand neer. En eentje mag van mij fully set diamonds. En de andere mag van mij een fully set gold. Want goud is geel. En netherite vind ik gewoon... Ik weet niet, ik vind netherite niet zo mooi. Ik vind dit, zeg maar, dit zijn een beetje felle kleuren. Dat vind ik wat leuker. Kijk eens aan. Zo, hopsakee. Krijg je even mee. Oké, dan hebben we hier nog iets. Daar kunnen we misschien een tv maken, denk ik. Kunnen we daar een tv maken? Dat is de vraag. We kunnen met black concrete kan je heel goed een tv namaken, namelijk. En dan heb je een soort van televisie. Nou, dan maken we hier even een bank. Dat kunnen we ook met stairs maken. Let's go. 1, 2, 3. Dan doen we hier nog eentje zo. En dan hebben we een hele scheve bank. Maar nu hebben we dat niet meer. Let's go. Kijk, dan heb je hier een soort van bankje. Kan je zo een beetje chillen. Laten we even kijken hoe dit er van de buitenkant uitziet. Dames en heren, daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Oh, het ziet er... Hey, het ziet er wel uit als een sikke boomhut. In ieder geval, de 20 minuten zijn voorbij, dus we gaan Giel erbij halen. Let's go. Hallo, Giel. Hallo, dag. Ben jij al klaar? Want ik ben klaar. Ik ben ook klaar, eigenlijk. Oké, nou ja, kom dan maar eerst naar mijn boomhut kijken en dan gaan we even elkaar beoordelen. Oké. Wow, je hebt wel een grotere dan mij gemaakt, dan ik alvast vertelde. Ja, dat wist ik ook wel. Ik zei ook al, ik maakte het veel te groot, eigenlijk. In ieder geval, je kan zo omhoog, dus je moet zeg maar via de jungle kan je omhoog en dan kom je zeg maar binnen. Mooi, joh. Je hebt wel een mooi licht om naar de sterren te kijken. Ja, dat vond ik dus zo. Ik moet een glazen dak maken, zodat je mooi de sterren kunt zien. Ja, ik vind het echt heel erg mooi gemaakt. Ja, nou, dan heb je hier een lekker kampvuurtje. Kan je lekker chillen. Oh, wat leuk. Hier kan je natuurlijk je favoriete YouTuber, Gielke. Ik bedoel, Mick kijken. Oh, kijk maar. Wie is er op tv? Ik ben op tv. Gielke, like. Ja, ja. Nou, dan heb je hier nog even, ja, gewoon de chestkamer. Oh. Wat wordt de outfit van vandaag? Gaan we vandaag diamonds rocken? Of gaan we vandaag goud rocken? Diamonds. Dat is altijd de vraag. En hier zit ik dan met mijn 3 chickies, ja? 3 chickies. 3 chickies? Ja, Mick. Bro, met zo'n boomhut krijg je zoveel chickies? Dat is niet normaal. 5 chickies. 5 chickies zelfs. Nou ja, dit is het eigenlijk. Dit is de boomhut, Giel. Nou, ik vind het heel erg goed gelukt, Mick. Het is wel, het is ruim. Die van mij, die is denk ik 1/10 van dit. Maar eerlijk is eerlijk. Kijk, ik heb zeg maar wel dit gebouwd, zodat de boomhut niet van de bomen valt. Heb je dat ook gedaan? Bij mij zit hij gewoon goed gemonteerd. Nou, laten we gewoon gaan kijken, weet je. Ik heb meer tijd in de boom gestoken, zeg maar. Oké. Ja, ik zie het al. Jij hebt echt tijd in de boom gestoken. Oké, ja, hier moet ik omhoog. Omhoog. Let's go. Het is eigenlijk echt heel klein. Oké, ik ben wel heel benieuwd. Ik vind de boom al sowieso ziek. Daar krijg je een pluspuntje voor. Dit is mijn slaapkamer. En bij mij kunnen er ook veel chickies. Kijk, we kunnen er 4 en hier op het balkon kunnen er ook nog 4 slapen, 3 slapen. Ja, wel. Hey, eerlijk is eerlijk, je hebt wel goed nagedacht, want ik heb geen balkon. En eigenlijk wil je wel frisse lucht, toch? Ja, dat is waar. En dat kan in deze boom. En hier hebben we nog een balkon. Over balkonnen gesproken. Ik heb er gewoon 2. En nog een opbergkist. Hij is wel een
stuk kleiner, maar het is wel, moet ik zeggen, wel iets mooier. Dankjewel, dat neem ik als een compliment. En ik vind hem van de buitenkant vind ik hem wel echt super cool. Moet ik heel eerlijk zeggen, Giel, maar hij is wel echt enorm klein. Hij is echt heel klein. Zeg maar, als je vergelijkt met die van mij, hij is gewoon een alienschip zowat. Ja. In ieder geval, dames en heren, jullie bepalen het. Wie heeft de mooiste boom het gebouwd? Laat even weten in de reacties, Giel of ik. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En ik zeg, Mick out.